Favorite DJ, zo bizar op Facebook. Ja, het is maar te hopen natuurlijk dat we morgen nog eventjes een wedstrijd winnen. En dan natuurlijk doorgaan daar in Zuid-Afrika. Een hoop mensen zijn nog van plan om daar naartoe te gaan dan. Voor de, natuurlijk de finale, als we die gaan bereiken. Mocht je daar naartoe gaan, is het wel handig dat je een paar woordjes Zuid-Afrikaans spreekt, lijkt mij. En Jouke, we hadden verder van, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jij hebt gewoond in Zuid-Afrika. Jij gaat maar een beetje bijspijkeren qua taal, geloof ik, hè? Ja, goed dat je het woord gebruikt. Als je spijkeren moet je zeg maar niet overdag zeggen in Zuid-Afrika. Oh ja joh, wat betekent dat dan? Nou, als jij een meisje in Kaapstad in de kroeg tegenkomt en die zegt van ik is Anita en ik spijker baaien lekker, dan is ze niet goed in timmeren, zeg maar. Oké, nou misschien moet je het juist wel gebruiken dan overdag. Dat kan, maar dat moet je alleen maar als je echt goed gezopen hebt. Ja. Want? En ik bedoel, drinken is daar echt samen met eten echt dé nationale sport. Het is een hartstikke mooi land. Je kan er vreselijk goed wijn zuipen. En het is hartstikke goedkoop. Ik ben er geweest. Het kost helemaal niks daar als je. Ja, het is geweldig. Ja. Als God in Frankrijk, nou ja, dat is op dit moment helemaal natuurlijk. Je wil niet in Frankrijk zitten, dus ga lekker naar Zuid-Afrika toe. Ja. Maar ja, het is zo'n heerlijk land en het is spotgoedkoop, allemaal gedeeld door 10. Okay. En het leuke is, zeker als Nederlander, ik heb me daar de eerste weken, ik heb er alleen maar in de deuk gelegen met al die Afrikaners. Ja, want het is eigenlijk, het is het oud mengsel van Afrikaans en Engels, van Nederlands en Engels. Ja. Want, Het klinkt een beetje babytaal. Ja, want ik bijvoorbeeld een string. Daar moest ik er erg om lachen. Wat is dat in het Zuid-Afrikaans? Een string noemen ze daar een amper broekie. Een amper broekie. Heel goed. Ja, een bijna broekje. Een bijna. Hey, en wat is een loskind dan? Ja, een loskind is op zijn Amsterdams echt een ouderwetse slet. Ja, oké. Okay. Ja, nou, ik kom je wat namen tegen in het woordenboek. Er zit een hele leuke tussen. En poes moet je niet zeggen, ook is een woord dat je zeker niet moet gebruiken, geloof ik, hè? Poes, of ja, eigenlijk poes, spreken ze het een beetje P-U-S, spreken ze het uit. Ja. En als je echt ruzie wil met een Afrikaner, dan moet je hem een poes noemen. Dat is echt het allerergste. Dat zijn woorden waar je even op moet letten op straat. Als jij in de kroeg staat en iemand zegt jouw maasse poes, dan zou ik afrekenen en wegwezen. Mijn oma is er op bezoek geweest. Dat was echt, zie je niet voorstellen, zit je vol terras te lunchen. Mijn oma was toen op dat moment 91, leeft nog steeds. Ja. En we zitten daar te lunchen en die hadden daar een huiskat in het restaurant. Dus oma van hier, poes, 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 poes. Nou, je had het restaurant moeten zien. Ik ben ook maar even onder tafel gedoken, ja. Maar geweldig. Hé, hey, maar nou ja, ook apart, wat is het Zuid-Afrikaans voor bijvoorbeeld gympies? Gympies noemen ze daar tekkies. Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Maar ja, je hebt tekkies, plakkies, bijna alles wat met schoenen of met kleding te maken eindigt op iets daar. Ja. Maar het mooiste, een van de mooiste woorden, en dat daar wen je ook heel snel aan, dat is kak. Kak. Dat vonden wij vroeger. Dan moet je een beetje tekkies in de kak. Moet je tekkies in de kak. Ja, wat betekent het? Ja, als je tekkies echt gaaf zijn, dan zijn ze echt kak. Dat kak is zowel mooi als slecht, als wat dan ook. Als je uit het Engels bijvoorbeeld, you piece of shit. Ja, dat is gewoon jouw domste kak. Dat vindt men daar heel normaal. En ik moet je vertellen, na 3 weken heb je dat zit ook helemaal erin hoor. Okay. En ja, je klinkt als je terugkomt, dan moet je dat wel even snel afleren, want je klinkt echt als een kind van 5. Maar, ja, heel goed. En nou ja, mochten we daar naartoe gaan en met de bus naar het stadion, moet je naar de bushalte. Altijd even handig. Ja, dan ga je naar de inklim, bijvoorbeeld. De bushalte heet inklim. De inklim, ja. Of zijn Zuid-Afrikaans, heel goed. Hey, ja, dat, ja. En als je lastig hebt met iemand, dan zeg je voetsek. Dat is donderop. Oké. Okay. Ook makkelijk. Ook makkelijk even om te weten. Als een eentje die echt, zeg maar, echt best wel handig is bijvoorbeeld, hè. Ja. Want in Zuid-Afrika heb je hele mooie vrouwen van die je tegenkomt. Vrouwen zijn er ook zeer gastvrij. Okay, dus als jij je vriendin bij je hebt, maar je komt en je gaat met vrienden naar stappen, en je hebt een scharreltje erbij, zoals wij dat noemen, dan heb je daar een skelm of een skelmpie. En dat, van het ouderwetse skelm. Oké, heel goed. Hey, nou, dank je. Ik denk dat we wel een beetje bij zijn spijker zijn, wat we niet mogen zeggen daar natuurlijk. Ik heb er nog wel eentje voor je. Oh? Dat is als je ook wel eens een keer afgestapt en je hebt goed aan de wijn gezeten. Hè, je ziet dat soms, dan heb je wel eens de alcoholische bril op. Ja. En als je dan een bompie tegenkomt, oftewel echt een vet wijf. Ja.
Dat kan wel eens fout aflopen. En als je dat dan gedaan hebt, dan hoop je niet dat je vrienden je morgen tegen je zeggen van... bijvoorbeeld van Dirk heeft een bompie vastgedrukt. En vastgedrukt, ja, dat is dan ook ja. Vrij duidelijk. Dat okay. Mag wel zijn. Hey, hier sluiten we mee af, dankjewel. En handig op vakantie, denk ik. Bompie. Oké, jij werkt. Oké. Hoi. Fresh Man met Doug Melvin. Dit is Sing Hallelujah.